Zoals jullie daar hebben gezien in, de, ja, in het potje. Ik heb de 785 trofee gehaald. En als we dan naar klassement gaan, lokaal, België, Knokker, Shelly. Dan zie je dat ik 190ste sta. Dus ja, dat is heel nice. Oké. Okay. Want, want, ja, ik, ik vind dat toch heel nice. En ja, ik ga even een paar replays laten zien nog. Maar oké. Okay. Zo, gaan we naar onze gevechtslog. Deze replay hebben jullie gezien. Nee, sorry, ik ben even een YouTube-video aan het maken. Hier, ik even deze. Nee, fuck off. Well, normaal zou ik wel eh, hem accepteren, maar ik ben nu gewoon een YouTube-video video aan het opnemen. Dus daarom niet. Ik had misschien beter mijn geluid op. of het broustarzing op stil gezet. Dus ja, hier, ik pak even een PowerPoint. Ik ga gewoon direct een beetje op die bubie af, omdat ik wil natuurlijk mijn super. En ja, ik zie daar een bied, dus. Ik ga gewoon, denk ik, een beetje op die uh, Bibi's schieten. Om, uh, of ja, die B gaat weg, dus dat is chill. Dan ga ik proberen gewoon een beetje op die Bibi te schieten. Zodat, zodat ik mijn super een beetje kan hebben. Ik heb twee hits kunnen doen. Voor mij is dat chill. Maar oké. Okay. Dus dan regen ik nu weer. ga ik straks, denk ik, weer op hem schieten. Maar, maar nu doe ik van uh, spinnen. ik en toen ik mijn super van. Dat ik gewoon mijn super wa. Maar hij slaagt mij nog een keer in. Ik, ik zit hier van kut. Hij, uh, hij gaat. Hij gaat mij hier proberen te killen of hij gaat mij hier gewoon in die B-kogel staan Maar nee, want uh, hij bouwt gewoon zijn super en hij gaat weg. Dus dan zit ik zo van, oké, okay. voor mij is dat goed. Maar uh, er zijn nog steeds 10 mensen over, dus dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Ik, uh, het liefst heb ik gewoon dat er een paar mensen uh, gekillt worden. En je moet weten, als Shelly en B is echt gewoon kut om tegen te spelen. hier die guy is dom, die loopt gewoon in mij. Als je in een Shelly gaat lopen, wat hoop je dan ook gewoon? Als je één een, een, een tip voor jullie gaan nooit in een Shelly met super lopen. En hier er hebben twee B's el, uh, elkaar gekillt. Dus één B heeft uh, andere kills. Dat vind ik chill, want dan is er gewoon één B minder. Want zoals ik de rest al had gezegd. B countert Shelly best wel hard. Omdat op uh, een verre range Shelly bijna niks. En B kan Shelly heel hard trekken dan. Maar oké. Okay. Dus ja, hier blijf ik gewoon even in de busjes wachten afwachten tot er misschien een paar extra mensen doodgaan. En ja, dan ga ik hier nu gewoon helemaal in die hoekje staan. Omdat die B daar is. En die B heeft nu een super en een super shot. Dus dat is best gevaarlijk. Maar oké. Okay. Dan die Lien wordt daar gekillt. Nog zes mensen over. En ik weet die camp misschien een klein beetje veel. Maar dat was gewoon omdat... Ik was hier echt al misschien een uur en een half achter elkaar aan het spelen. Gewoon om die, gewoon om die rank... Uh, gewoon om de top 200 van België te halen met Shelly. Dus ik was wel een, al een beetje pist. Want het was altijd... Ik zat er één potje vanaf en dan was ik net dood. Dus ik... De, uh, allee, hier zat ik misschien op hoe hoeveel 760 of 764, zoiets zat ik toen. Waarschijnlijk trofee Shelly zeker niet weinig, maar. Voor in de top 200 van België moest ik minstens iets van 100, 782 halen of zoiets, want, zoiets denk ik. Oké. Okay. Dus hier. Ze zijn tegen elkaar aan het vechten. Die Bibi loopt gewoon in de storm. Nu is het een keer oké. Uh, easy win voor mij. Ik uh, doe even mijn super op die. Uh, Bibi ik loop een beetje dichterbij. Zodat ik dan meer damage kan doen met shots. En met direct weer mijn super heb. En die Bibi dan easy claps kan geven. Nou oké. Okay. Dan ga ik nog even een andere replay laten zien. Maar zoals jullie zien. Hier stond ik. Um, dus hier won ik. Hier zat ik heel dichtbij. Verloor ik weer twee keer. Nou oké. Okay. En zo gaat het eigenlijk de hele tijd een beetje op en neer. Hier de, ik even dit potje weer laten zien. Nou oké. Okay. Dus, dan ben ik hier. Ik, ik spawn geen kisten, maar ik ga naar onderen, daar naar zijn chest. Maar dus, daar is een Edgar. En ik weet, als ik die op die chest ga schieten, dan kan die Edgar mij alsnog easy killen. Dus, ik schiet een beetje op die Edgar. Ook gewoon om hem weg te jagen, maar ook om mijn super te laden. En ik wil natuurlijk ook zelf die kist hebben, maar. Dus, ik schiet zo een beetje op hem, want als hij nu die kist zou pakken, zou fucked zijn. Hij doet één hit op die kist, maar oké, okay, ik weet niet waarom hij dat deed. Nou, hij deed het. En daar, hij loopt weg, dus nu heb ik tijd om die kist te pakken. Wat ik natuurlijk wel nice vind. En dan komt die platform gewoon terug, die jumpt op mij, want die is echt een mongool. Ik zette daar gewoon mijn super in, uit safety, want anders kon het zijn dat hij mij misschien ging killen. In het slechtste geval, of anders kon het gewoon zijn dat ik heel low was. En als er dan iemand anders kwam die mij kan, uh, kwam third party, dan was ik best wel fucked. En hier heb ik mijn super weer dus dat, dat vind ik op zich wel nice. maar oké. Okay dan ga ik hier weer even campen. en dan zijn er nu vijf mensen maar mijn go uh, waar ik nu gewoon wil proberen is gewoon die Jackie gewoon een beetje als ik die Jackie zou kunnen killen zou het chill zijn maar ik team hier even met iedereen gewoon dan maar je ziet ook aan hoe ik loop ik wil die Jackie gewoon kaart killen die Jackie weet dat natuurlijk ook ik doe daar even wat hits op die Jackie zodat die Jackie hopelijk gewoon um, ofwel gewoon uh, mij nog meer iets laat doen ofwel zijn gadget moest inzetten dus ja heeft zijn gadget ingezet, dan is die Jackie al sowieso één gadget kwijt en dat is chiller, want dan heeft hij die niet meer in de late game. En daar, die Jackie wordt ook even weggeslagen door die Bibi. Maar oké. Dus hier. Ik moet wel oppassen voor die Edgar, want als ik, een als ik low ben op ammo, kan die Edgar. Allee, als, als ik low ben op ammo en als ik mijn super niet heb, kan die Edgar gewoon op mij jumpen en mij uh, killen. Maar dus, uh, mijn ding is, als ik mijn super gebruik, wil ik eigenlijk gewoon mijn super terugkrijgen, want anders kan die Edgar op mij jumpen. En dat wil ik niet. Dus. Daar, die Jackie wordt een beetje in een hoekje gedreven. Die, die wordt nu nog geheten door die Jean zodat hij even niet kon regennen. Maar nu, ze laten hem weer gewoon uh, regenereren. Maar oké. Okay, dus ik heb hier een hoekje. Zij zitten daar met twee. In, of ik heb hier in mijn kant. Zij zitten daar van boven met twee. En nu beginnen zij een beetje op die Edgar te schieten. Maar die Edgar zat daar in de hoek. Dus ze konden die niet heten. Die Bibi backstept, Die Jean Kehard. Dat vond ik op, op zich wel chill. Want die Jean had range. En die kon ons daarmee een beetje rekken. Zij, zij vechten daar. Ik schiet even op die Edgar, want dan gaat die Edgar daar naartoe. Maar niet helemaal, en, um, want ja, die Bibi ging waarschijnlijk toch dood. Door de storm of door de Edgar dan. Dus ik kon wel gewoon focussen op de Edgar daar, maar oké. Okay. Dus ja, dan ga ik nog even één replay laten zien. Ja, oké. Okay. Ik ga even deze replay laten zien. Bij deze replay word ik tweede. Maar oké, okay. dus... Ik spawn hier direct naast een Byron, denk ik dat die heet. Ik weet niet, ik ken die namen van de nieuwe knokkers nog niet zo heel goed, maar oké. Okay. Ik heb hier één PowerPoint en iedereen heeft hier één PowerPoint. Ja. Ik schiet daar even een paar keer op die Edgar, zodat gewoon. Die kan mij niks doen en die kan daar dan gewoon mijn super opladen. Daar is een B, dus ik. En daar zijn nu twee B's, dus ik zit zo, zo shit, twee B's. Dat is best wel kut voor mij, want. Ik spin een beetje en die B die laat mij... Oké, okay, ik wou zeggen die laat mij met rust. Maar nee, die begint op mij te schieten. En dan ben ik hier fucked. En die B daar is een legend. Die heeft mij niet gekillt. Die kon mij daar killen. Die heeft dat niet gedaan. Hier, ik ben fucking low. Ik doe dat. Die Edgar, die, 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 die was AFK ofzo. Die was aan het slapen. Die kon mij daar easy killen. Die heeft dat niet gedaan. Die Edgar, zieke legend. maar Dus nu zit die Edgar zelf uh, dik in de shit. Maar oké. Okay. Dus hier dan. Dus eigenlijk, ik ga, ik ga die denk ik hier nog beschieten. Maar dat is eigenlijk best wel dom. Want wat ik nu eigenlijk moet doen is, ik moet proberen die Edgar in leven te laten. En die Edgar, eh, een van die bees of die Byrons, daarop te laten jumpen om die dan te killen. Dat, die, dat die hopelijk die Byron of die bee dan dood gaat. Maar hier, ze zijn aan het vechten. Ik had met mijn super daar kunnen doen, maar dat had geen zin, want hij had al zijn gadget ingezet. En hier de Edgar beschoten en ik zit ook zo van, ja... Die Edgar gaat niks meer doen, die is te bang. Dus in, eigenlijk zou ik die gewoon kunnen killen nu, maar... Ik weet niet of ik dat ga doen, ik weet, ik weet niet meer wat ik ga doen, maar... Dus ik blijf hier dan eventjes gewoon campen. Die Edgar die loopt naar mij toe. Ik uh, verplaats een klein beetje naar hem, zodat ik ook achter die wall zit voor die B. En um, nu ga ik even weer naar daar, omdat anders die B mij misschien kan hitten. En hier, ik sta echt op een kut positie, ik word gehit. Maar... Die B daar, die had mij easy kunnen killen, die B aan de rechterkant. Want ik was gesloten, maar die had dat niet gedaan. Ik snap niet waarom. Ik zet daar mijn super in, omdat mijn super heeft een, net een iets verdere range dan, een, dan mijn um, normale aanval. En ik dacht met mijn normale aanval dat ik dat niet ging hebben. En ja, hier gewoon, die B kon daar weinig tegen doen. Maar oké. Okay. Dus ja. Mensen, dan was het voor deze video. Als jullie, als jullie deze video leuk vonden, vergeet dan zeker een like te geven. Abonneer op mijn YouTube-kanaal om, om op de hoogte te blijven van mijn push met Shelly. Want ik zal waarschijnlijk nog wel meer video's daarover uploaden. En dan zie ik jullie in de volgende video. Dag!